Goeiedag, dames en heren. Wij zijn van het NOI. We komen de temperaturen even checken. Helemaal goed. 36,3. 36,4. U wint. Helemaal goed. Ja. Terug van weg geweest. De gierige gasten. Gewoon weer met de gierige streken. De poorten van de maatschappij zijn weer open, Martijn. En iedereen heeft geld tekort. Dus wij gaan weer trucjes bedenken waar jullie allemaal gebruik van kunnen maken om bijvoorbeeld gratis te kunnen gaan reizen. Ja, dus laten we beginnen met gratis treinreizen. Ja. En dat gaan we doen als RIVM-onderzoeker. Soort van. Ja. In elkaar rieven in het slot. Wat hebben we daar nou voor nodig? Deze pak kun je op heel veel plekken halen. Praxis, gamma, noem maar op. Ze zijn eigenlijk bedoeld om je kleding te beschermen als je gaat verven. Maar het ziet er ook uit alsof je een pandemie aan het bestrijden bent. Zullen we maar gewoon aandoen? Ja, is goed. Niet lullen met poetsen, jongen. Ik wil niet heel veel zeggen, hoor je niet? Ik zou mezelf nu wel serieus nemen. Ja, vooral dat voor je ogen, ja. En als kerst op de taart hebben we ook nog eens een temperatuurmeter. Dus dan kan ik gewoon precies bij iedereen even kijken hoe werkt zoiets. Ja, er moet een batterijtje in. Oh, er moet een batterij in. Dus hij werkt niet. Hij werkt niet. Oké. Okay. Stap 1, koop een batterij. Hoeveel kosten die batterijen dan? Deze batterijen zijn 4 euro. 4 eurotjes maar. Dus 2 euro voor het pak, 2 euro voor de batterij, want jij hebt ze ook nodig. Ja. Dus we zijn nu 4 euro verder. Dit hebben we gratis gekregen. Deze kun je van je moeder lenen. Ja. 36,2. Zo. Dat gaat lekker. Dat gaat lekker. Maar ik heb het bloedheid, kan ik je vertellen. Heb je toestemming hiervoor? Heb je een vergunning? We zijn een steekproef aan het opnemen. Een steekproef? Ja. Om te kijken of de mensen met koorts ook daadwerkelijk binnen blijven. Maar helaas heb je daar wel een toestemming van nodig. Een vergunning van de NS. Oké. Om hier te... dus als je het buiten doet, is er niks aan de hand. Oké. Niet in het station. Oké, dus we moeten even naar buiten lopen. Dank je. Ja. Helemaal goed. We vallen op. We vallen op. Dat was het idee, maar op een andere manier was het de bedoeling. Ja, inderdaad. Dus, we worden niet serieus genomen. Ik neem jou echt bloed serieus. Maar oké, laten we nu gewoon regelrecht naar een perron toe lopen. En dan regelrecht een trein instappen. En we moeten waarschijnlijk nog wel even door een poortje heen. Maar dat is gewoon achter iemand aanlopen, toch? En wat is het verhaal als we worden gecontroleerd? Wij zijn zelf de controle, ja, precies. En dan gaan we het omdraaien. Juist. Zetten we hun onder schot. Ja. Top. Daar is Niels. Tappa. Lopen. Huh? Lopen. Oké, rustig, G. Goeiedag, dames en heren. Wij zijn van het NOI. We komen de temperaturen even checken. Goedemiddag, dames en heren. We voeren wat extra temperatuurcontroles uit. Zou ik u mogen controleren op uw temperatuur? Pak ik de volgende even. 36, helemaal goed. Kan ik u de temperatuur even meten, please? Zet de peper af doen, hè? Ja, helemaal goed, 36. Netjes. Yes. Zouden we uw temperatuur even mogen checken? Temperatuur. Helemaal goed, 36,3. 36,4, u wint. Helemaal goed. Pardon, zou ik misschien uw temperatuur mogen meten? Dat is een steekproef. Ja, helemaal goed. Oké. Dit is heel erg ongemakkelijk. Mag ik even aan u zitten? Ja. Die laatste vrouw, die keer me echt aan. Ben jij wel goed? Wat kom jij doen, grappie? Ja. Kom je maar houden. Kom jij maar houden? Oh man. Oh ja, maar ja. Oké, ja. Oké. We hebben wel gratis gereden. Goedendag. Zou je misschien een temperatuur even kunnen opmeten? Ja, we zijn een steekproef aan het houden. Waarom? Nou ja, corona en zo. Ik zou je maskertje iets meer over je neus... Ja, waarom wil ze maar even dat ding met je steken? Sorry? Waarom wil ze maar dat ding met je steken? Nou, het is een steekproef. Een steekproef? Ja, ja? We zijn hier eens gewoon temperatuur aan het opmeten. En dat mag? Nee, maar vragen ze het niet wilden. Je wil er niet aan meedoen, oké. Okay. Nee? Maar het is ook voor de veiligheid voor de anderen, zeg maar. Nee. Ziet ik vond iets vriendelijker vragen, want dat is wat dingen moesten zitten. Ja, ik snap het. Ja, ik vind het tijdens het
Je bent wel aan het zweten. Het lijkt alsof je... Ja, het daar niet lijken, hoor. Maar, Het komt nu heel verdacht over, meneer. We hebben nu geen kanonen. Oké. Nou, ik denk dat wij hier uit de buurt moeten. Nee. Ja. Hey, Berk. Yo. Yo. Dat ging heel soepel, hoor. Nee, maar jij deed ook echt... Ja, ik zeg nee, je maakt je zin nog niet in. Je staat met een fucking pistool op iemands hoofd. Goeiedag, we zijn bezig met een steekproef. We zouden graag even iedereen's temperatuur willen opmeten als dat mag. 36,4, helemaal goed meneer. Vriendelijk, fijne reis. Zal ik even uw temperatuur mogen opmeten meneer? Tuurlijk. Kijk eens, 36,5. Helemaal goed. Helemaal goed. Yes. Oké, okay, maar nu moeten we dat nog even bij een conducteur doen. Ja, tuurlijk. Dus als we dat bij de conducteur hebben gedaan, dan zijn we 70. Dan weten we dat we in de trein mogen. Ja. Oké, okay, zoek naar de conducteur. Ja. Mag ik je een vraag stellen? We zijn de steekproef gaan houden, we meten iedereen zijn temperatuur op. Mm-hmm. Zouden we uw temperatuur misschien mogen meten? Van die van mij? Ja? Natuurlijk. Ja? Mag ik die van jullie ook meten? Ja. Helemaal goed, 36,1. Super, denk je dat? Helemaal goed, 34. Maar dit kunnen jullie gewoon... Sorry? Onder de naam van NS, nee toch? Nee, NOI. Nederlands Onderzoeksinstituut. Is goed, ja. Dankjewel. Yes. Oh, gaat niet goed? Ik ga hem iets dichterbij brengen. Wat meten jullie? Voel je wel goed? Bij mij zeg je low. Bij mij ook low. Low. Maar ja, niet dat high. Dat is niet high. Beter low dan high, toch? Ja. Nou, je rijdt veilig. Ja, rijdt veilig. Stay safe. Zullen we die kant op? Ja, dat is kant op. Zo doe je dat. Hey. En hij zei ook gewoon... Voor wie zijn jullie? NOI. Ah, NOI. Ja. Oké, okay, nee, dan stop. Doe je dat voor de NS? Nee. Ja. Oh, NOI. Oh, ja. Die ken ik niet. Nee. Bestaat ook niet. Maar goed. Gaat dus, straanreizen, gierigasten. Het is wederom gelukt. Ja, ik zou zeggen, volgende week nieuwe truc. Dus, tabé. Later. Groetjes aan NOI.